Nee, we gaan niks veranderen. Ik denk dat we het goed gedaan hebben de laatste drie wedstrijden. En die jongens zijn allemaal fit en fris. Dus ja, we hoeven niet heel veel te veranderen. We hebben wel gekeken naar het spel, wat we daar weer aan kunnen verbeteren. En wat we daar weer aan toe kunnen voegen. Maar personeel gezien niet, zeg maar. Kancho Janga niet aanwezig. Wat is de oorzaak? Ja, hij kon niet links of rechts. Er was een vrachtwagen geschaad bij de Van Brien Noordbrug in Rotterdam. En hij stond daar al vanaf 11 uur, maar hij kon nergens naartoe. Dus dan houdt het op. Dus hij kon niet komen. Heb jij voor jezelf ook een beetje een doel voor dit seizoen gesteld van hoeveel je wilt spelen? Niet echt van hoeveel ik wil spelen. Ik wil gewoon bijleren. Kijken hoe de spelers rondom mij doen. Kijken naar de ouderen, zoals Edgar, Rens, Janga ook. En hoe meer ik leer natuurlijk, hoe beter de spits ik word. Dat is mijn hoofddoel toch, ja. Wat opvalt is in deze fase van het seizoen alles en iedereen fit. Ja, dat is heel prettig. En dan heb je ook keuzes. En ook op momenten dat je moet wisselen, kun je kiezen. Dus dat geeft veel vertrouwen ook voor ons als staf. En ook voor de jongens die spelen. Je kunt gewoon volle bak gaan. En op het moment dat het niet meer gaat, dan kan iemand anders erop. Ik denk dat we gewoon moeten blijven focussen match per match. Match per match blijven evolueren. En dan moeten we er gewoon staan in de play-offs. En dan moeten we zien wat we daar kunnen rapen. En het zou wel mooi zijn. En verdient ook denk ik wel, aangezien wat voor een ploeg dat we hebben, dat we zouden kunnen promoveren. Maar eerst focussen op morgen.